Helaas niet de eerste, maar de derde prijs van het Nederlands kampioenschap voegen ging naar Casey Koesen van de bouwschool Breda. Zijn school was de afgelopen dagen gastheer van het NK metselen en voegen. Ik wil zeggen dat er vorige week 3 dagen gemetseld is door VMBO-leerlingen, landelijke wedstrijd. En deze week is er 3 dagen gevoegd. Ja, ik was aan het werk en ik kreeg een telefoontje van school dat ik mee mocht doen. En daar heb ik ja op gezegd. Mochten er ook meer mensen meedoen van jullie school? Nee, van school niet. Ik was eigenlijk best wel enthousiast en het is toch een mooie kans die ze hier geven. Nou, wij zijn hier 5 januari in het unieke, mooie opleidingscentrum hebben wij gehuisvest. Dat is van de Stichting Bouwschool Breda. En dit is een prachtig promotie-evenement die we daaraan konden koppelen. En daarom zijn we erg blij dat we die wedstrijd hier naartoe hebben kunnen halen. Ja, ik vind het geweldig voor Breda. Sowieso is deze bouwschool, die nu sinds een paar maanden aan de Noordelijke Rondweg zit, heeft heel veel ruimte om echt straten maken, metselen, voegen. Overal is ruimte voor. En dan is het heel erg leuk dat uit het hele land de beste metselaars komen op VMBO-niveau, die de afgelopen dagen de strijd met elkaar zijn aangegaan. Wat voor jongens zijn dit? Ja, het zijn in de eerste plaats de jongens, die VBO-leerlingen, jonge broekjes van 15 en 16 jaar. En de enthousiasme wat er uitstraalde en dat wij ook weer konden vertegenwoordigen als jurylid, want ik ben niet de enige jurylid, ik ben er met 3 jongens meer die jureren. 3 jongens hoor mij wat zeggen, hè. Oude rot in het vak weer een week al gezegd. Maar we konden die stemming overbrengen, zowel naar de jury als naar de jongens. Ja, dat is compliment voor deze jeugd. De winnaar in de categorie metselen werd uiteindelijk Tim Kleffens uit Zomeren. En bij het voegen werd Bas van Diezen uit Zelhem Nederlands kampioen. Vakmannen blijven altijd nodig. Of het nou om straten maken gaat, of het nou om asfaltwegen leggen, om metselen. Die houden we altijd. Die behoefte die zal altijd blijven. En je ziet dat op jonge leeftijd de keuze maken om echt deze kant op te gaan. Hè, of de techniek in, of met je handen het werk op te pakken. Ja, dat is best wel moeilijk om dat op jonge leeftijd om daar al voor te kiezen. En deze jongens doen dat heel bewust. Zijn ook allemaal al werkzaam in bedrijven. En hebben daarmee volgens mij een gouden toekomst. Want vakmannen houden we echt heel hard nodig.